ik weer. Hoe doe je dat nu precies? Wel, verdeel het touw in twee gelijke eindjes. Leg het dan rond je pink en hou het strak met je andere hand. Je ziet nu twee touwen die evenwijdig aan elkaar van je pink weglopen. Daarna weven we als het ware onze vingers door het touw, beginnende met je ringvinger, daarna je middelvinger en vervolgens je wijsvinger. Leg het touw nu mooi rond je duim en hou je duim niet te ver van je andere vingers. Je start langs de bovenkant van je hand en draait hiervoor het touw naar je handpalm toe. Daarna ga je touw opnieuw tussen je vingers weven, te beginnende bij je wijsvinger, zo richting je pink. Doe de lus rond je duim er nu af en verstop die door die te klemmen tussen je wijsvinger en je duim. We doen dit omdat je op die manier de twee open lussen aan je wijsvinger kan verbergen. Je wil natuurlijk niet dat de toeschouwer dit ziet. We doen dit ook omdat je op deze manier hard aan het touw kan trekken zonder dat er iets gebeurt. Op het moment dat je het touw door je vingers trekt, los je de druk aan je duim en zo kan het touw mooi door je vingers getrokken worden. Als je dit snel doet, lijkt het alsof het touw dwars door je vingers gaat. Hopelijk lukt het bij jullie ook.